Dankzij het vrije internet is de afgelopen jaren ontzettend veel verzet tegen allerlei overheidsmaatregelen tot stand gekomen. Kritiek op het coronabeleid, een andere visie op immigratie, klimaatplan, noem het maar op. Dus het internet is echt een bron van kennis en van vrijheid. En wat willen ze nou gaan doen? De Europese Unie wil samen met het partijkartel in Nederland jouw toegang tot het internet afhankelijk maken van je biometrische data. Je digitale identiteit wordt dat genoemd. En dan moet je dus inloggen en dan weten websites en bedrijven en de overheid en iedereen weet dan wie precies websites bezoekt, wie bepaalde informatie deelt, wie bepaalde discussies aangaat. En dan weten ze niet alleen je leeftijd, waar je woont, je opleidingsniveau, maar ook, heel interessant, je medische gegevens. Dus je vaccinatiestatus. Dat wordt allemaal onderdeel van de voorwaarden waaronder jij straks het internet mag betreden. Wij willen dat natuurlijk stoppen, wij willen de privacy beschermen. En dat is ook een onderwerp, wordt niet heel veel besproken in de verkiezingscampagne, maar daar gaat het wel over straks, op 22 november.